Ik loop nu langs de rivier. We hebben daar een pad tot het einde van ons terrein. Het is helaas het enige pad wat we op dit moment hadden. We hadden voor afgelopen winter eigenlijk op bedacht om meerdere paden te maken. Maar doordat we druk bezig zijn geweest met verbouwen is het daar niet van gekomen. Dus in ieder geval houden we dit pad nu in ere. En het was natuurlijk leuk geweest om meerdere paden te maken. Want we zitten in een dal dat je ook echt naar boven kunt klimmen en over de omgeving uit kunt kijken. Maar dat is dus helaas niet gelukt dit jaar. Misschien komende winter we daar de tijd voor vinden om daarmee aan de slag te gaan. Want als je dat niet bijhoudt, dan groeit het hier echt dicht door de braam. Dus we hebben niet alleen de braam als rivier, maar het stikt hier echt van de braamstruipen. Maar dit blijft altijd een leuke wandeling zo.